Lightyear, de producent uit Helmond van zonnecelauto's, is begonnen met de productie van het eerste model, de Lightyear Zero. En dat is niet bij Netcar in Born en ook niet in de eigen productiefaciliteit in Brabant, maar hier in Finland. Lightyear heeft naar eigen zeggen gekozen voor Valmet Automotive hier in Uusikaupunki in Finland. Omdat dit een bedrijf is dat al sinds 1968 auto's maakt voor heel veel verschillende automerken. Onder andere Saab heeft die auto's laten maken, Porsche heeft die auto's laten maken. Maar hier rolde bijvoorbeeld ook ooit de Fisker Karma van de band. Een van de eerste plug-in hybrides van de wereld. En nu dus een van de eerste zonnecelauto's. Wat zeg ik? De eerste zonnecelauto die in relatief grote aantallen gebouwd gaat worden. 150 zijn er volgens Lightyear nu verkocht. Tenminste, dat zijn mensen die al hebben aanbetaald voor hun auto. In totaal, maximaal, gaan ze er 946 bouwen. En het is de vraag of ze dat daadwerkelijk allemaal verkocht gaan krijgen. Want de Lightyear Zero is geen goedkoop model. Maar liefst €250.000 moet die kosten. En met dat geld dat ze daarmee verdienen, wil Lightyear zo snel mogelijk de Lightyear 2 gaan maken. Die in 2025 op de markt moet komen. Dat is een auto die eveneens gebruik maakt van zonneceltechnologie, maar geschikt moet zijn voor gezinnen, 5 personen met wat bagage en rond de €50.000 moet gaan kosten. Ja, dit is dan de body van de Lightyear Zero. Een grote 5-deurs auto met plek voor 5 personen en heel wat bagage. In de bodem een relatief klein en lichte accupakket van 60 kWh. Dat is kleiner dan de meeste elektrische auto's. Maar het belangrijkste deel van deze Lightyear Zero ontbreekt hier natuurlijk. Want op de neus en op het dak en op de achterkant komen in totaal 5 vierkante meter aan zonnepanelen te liggen. En daarmee zou je volgens Lightyear onder ideale omstandigheden zo'n 1000 kilometer kunnen rijden zonder dat je hoeft bij te laden aan een standaard laadpaal. Daarvoor moet je wel echt veel zon hebben. Maar het is toch een behoorlijk indrukwekkende ontwikkeling en in theorie ook wel echt een stap voorwaarts op het gebied van daadwerkelijk groene mobiliteit. Een elektrische auto is weliswaar schoon tijdens het rijden, er komen geen vieze stofjes uit de uitlaat, maar vaak zijn ze helemaal niet zo efficiënt en dat is het punt waarop de Lightyear Zero een revolutie vormt. Als je hier zo rondloopt op het terrein van Valmet Automotive hier in Finland, dan zie je wel dat Lightyear nog steeds een relatief kleine speler is hoor. Het totale terrein van dit bedrijf is 200.000 vierkante meter groot. En wat ze hier gebruiken voor Lightyear is alleen hal 7, ongeveer 2400 vierkante meter, met één productielijn waar voorlopig 1 auto per week wordt geproduceerd. In het tweede kwartaal van 2023 willen ze 5 auto's per week gaan produceren. En uiteindelijk is het dus de bedoeling, door wat ze hier leren, om de productie op te voeren naar massaproductie in 2025. Want dan moet de Lightyear 2 daadwerkelijk op de markt komen. Maar hier, voorlopig, gaat het allemaal met het handje, met hulp van weinig robots en met technologieën, hele lichtgewicht materialen bijvoorbeeld, die we nog niet ergens anders zien in welke auto dan ook. Ja, het is nog echt geen massaproductieauto. Het is ook geen auto die beschikbaar is voor mensen met een gemiddelde portemonnee, zal ik maar zeggen. €250.000 kan zeker niet iedereen ophoesten. Maar het feit dat het ze wel gelukt is om die auto in productie te krijgen, dat het Lightyear lukt om grote partners aan te haken. Ze hebben een deal met Leaseplan, de Zweedse supercarbouwer Koenigsegg helpt mee met de ontwikkeling. Bridgestone heeft speciale banden ontwikkeld die minder rolweerstand hebben en dus zuiniger zijn. Al dat soort grote wereldwijde partijen helpen mee om die Lightyear daadwerkelijk op de weg te krijgen. En het feit dat zij nu de start of production hebben gehaald, wat voor veel autobedrijven toch echt wel een mijlpaal is, geeft wel vertrouwen dat Lightyear meer een blijvertje is dan de meeste mensen wellicht hebben verwacht de afgelopen jaren. Dus, well done Lightyear!